Mijn naam is Fabian Verstralen. Mijn passie is met name reizen. Daarnaast werk ik ook nog voor Cities to Meet. Mijn ervaring is, ten eerste de impact is wel groot. Ik heb helemaal geen ervaring met het geven van trainingen of dat soort sessies. Maar aan de hand van deze sessie door Jessica heb ik toch wel het vertrouwen gekregen. Heb het idee dat ik mensen kan motiveren en met elkaar in contact kan brengen. Dus te gek. Ik denk dat, in principe kan ik iedereen aanraden. Althans mensen die met elkaar in contact willen komen. Maar ook bijvoorbeeld traditionele bedrijven. Misschien is het ook leuk en verrassend. Dus ja, dat was het. Top. Mijn naam is Lisbeth Thomas. Mijn passie is eigenlijk altijd zelf proberen me opnieuw te innoveren. Maar ook de mensen om me heen. Daarnaast eigenlijk doe ik ook al 14 jaar badminton. Dus eigenlijk ook best wel een grote passie. En sinds een paar jaar is eigenlijk wel mijn passie de ideologie achter Cities to Meet. En van mijn passie maak ik mijn stage voor het komende jaar. Dat ga ik in Eindhoven doen. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin en eigen passie ook wel voor. Wat ik eigenlijk vanavond heb geleerd is dat geven en nemen eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. En dat connecten met elkaar ook heel laagdrempelig is. Het is voor iedereen, maakt niet uit, dik, dun, verbaal sterk of niet. Het is voor iedereen, het is heel erg toegankelijk. Dus het is eigenlijk, wil ik het vooral voor iedereen aanraden die wilt connecten. Die graag bij groepen wil of die iets gewoon wilt leren. Dankjewel Jessica. Ik ben Monique. Ik heb net de Host to Transform sessie gevolgd. Mijn passie is creatieve oplossingen bedenken voor problemen, vraagstukken. En daar ook innovatieve concepten voor bedenken. En ik heb tijdens deze Host to Transform sessie heel erg gemerkt hoe eenvoudig het eigenlijk is om verbinding te creëren en om mensen met elkaar te connecten en zo waardevolle uitwisseling van kennis en informatie te faciliteren. En deze sessie kan zeker interessant zijn op plekken waar ondernemers, maar eigenlijk op elke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En zeker ook in organisaties waar dat misschien nu nog niet gebeurt. En dan denk ik vooral aan hele hiërarchische organisaties. En ik denk echt dat dit soort sessies daar echt kunnen zorgen voor innovatie en voor waardevolle ontmoetingen. Dus aan die doelgroep zou ik het zeker aanraden. Dus dankjewel Jessica.